De dijk is natuurlijk is een gegeven. Ik bedoel, het is een lus door het landschap. Dat vind ik ook wel mooi. Het is een soort doorgaand iets. Natuurlijk zijn er prachtige stukken waar hij heel erg als een monument in het land ligt. Maar er zijn ook ontzettend veel plekken waar hij gewoon totaal opgegeten is door de omgeving. Het is eigenlijk helemaal omzoomd met oud en nieuw. Daar zie je nog wat oud groen. Je ziet een molen, je ziet wat oude woningen. Je ziet er weer wat nieuwere woningen van de jaren 80. Je ziet daar nog oude kassen. Dus je bent eigenlijk helemaal omringd met oud en nieuw. De dijk heeft eigenlijk een paar gezichten. Hij is ongelooflijk duidelijk en logisch en verklaarbaar aan de oostzijde, waar hij direct aan het IJsselmeer raakt. Dan wordt hij bijna onzichtbaar naar het stuk tussen Rekkemahoren en Alkmaar. En dat gaat eigenlijk door, ook vanaf Alkmaar naar boven, tot ongeveer bij Krabbedam. En vanaf daar wordt hij weer ongelooflijk manifest in het hele noordelijke gebied. Tot en met eigenlijk weer hier, tot en met aan dijk. Ja, er zit van alles onder verborgen. Dat vind ik altijd wel weer spannend. Dat er liggen kastelen ergens. En er liggen dus ook behoorlijk wat lijken onder het veldje waar we hier... Maar ja, die lijken zijn natuurlijk echt uit 1287 en dat soort jaartallen. Dus dat ligt hieronder. En dat is heel raar, terwijl het een keurig stadsparkje is met een archeologische afgraving. Caravaan heeft 6 makers uitgenodigd om hun kijk op de dijk te geven. Dat zijn theatermakers, beeldend kunstenaars en een componist. En zij kijken allemaal vanuit hun eigen fascinatie naar dit gebied. Dat kan zijn naar de ontstaansgeschiedenis of naar actuele maatschappelijke ontwikkelingen of naar landschappelijke kwaliteiten van dit gebied. En met elkaar halen zij de unieke kwaliteiten van dit gebied naar boven en maken zij een schets voor producties die zij komend jaar op Caravaan gaan maken. Tegelijkertijd is het ook een onderzoek naar het grote verhaal van dit gebied. Kunnen kunstenaars dat verhaal, de ziel van dit gebied, naar boven halen door dat verhaal te verbijzonderen in theaterproducties of composities of beeldende kunstprojecten. De Westische dijk, die ligt hierachter. Dat is aan de overkant eigenlijk. Ah, aan die molen. Ja, aan die molen. Ik begin te wandelen als het nog donker is en ik stop met wandelen als het weer donker is, dus de hele dag door. En terwijl ik dat doe, maak ik om de 10 seconden maak ik een foto van het traject, recht vooruit. En al die foto's, dat worden er vandaag zo'n beetje ruim 4000, schat ik. Al die foto's worden uiteindelijk gemonteerd in een filmpje. Het is voor mij gewoon een onderzoek van hoe die dijk nog bestaat. Of hij nog voorkomt in West-Friesland. 1287 was een rampjaar voor Friesland. Toen is er een stormvloed geweest. En toen is de Waddenzee ontstaan. En de Zuiderzee. Toen was het eigenlijk een beetje afgelopen met Friesland. En toen moest West-Friesland natuurlijk nog onderworpen worden. Toen heeft Floris de Vijfde deze burcht gebouwd om de West-Friese hier eruit te kinkelen. We staan nu hier. 3 jaar geleden hebben we een voorstelling gemaakt, De Grote Storm. En in die voorstelling kreeg je de hele Friese geschiedenis te zien, de opkomst en de ondergang. Dus misschien wordt dit dan wel het tweede deel van een tweeluik. Op deze plek waar we nu staan komt eigenlijk de hoofdweg, genaamd de Strip. Dat wordt de hoofdweg van Bangert-Oosterpolder. En die snijdt dwars door het nieuwe en het oude landschap heen. En dit is de plek waar wij voor Verkarsen 2, voor de caravaan, volgend jaar gaan zitten om een nieuwe voorstelling te maken in de open lucht. En die zal heel erg gaan over de grote verandering van het West-Friese landschap. En misschien daar ook mee de verandering van de West-Friese identiteit. Het gaat in ieder geval altijd over
Hoe kun je als mens bij jezelf blijven en toch meebewegen met de tijd? Dat is waar het bij mij om gaat. Ja, we zijn dus gevraagd als SLAM om een voorstel te ontwikkelen voor een gebeurtenis. Iets wat de hele dijk voelbaar en zichtbaar maakt. Naar mijn idee kan dat eigenlijk alleen door een activiteit te organiseren waar de mensen aan meedoen. Dat kan in de vorm van een activiteit zijn waar iedereen langs de dijk gaat. Het kan van alles. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar die activiteit moet ook een heel bijzonder beeld opleveren. Nou, het dorp heeft een harmonie. En een kerk heeft met een beetje mazzel een koor. En de jeugd in een dorp gaat misschien wel in een rockband. Of een vette metal zelfs. En als ik nou eens met al die verschillende stijlen muziek die in een dorp klinken iets gezamenlijks doe. Ik probeer dus te laten zien dat het zowel kan botsen, wat je misschien op het eerste gezicht verwacht. He, een koor, een kerkorgel en een rockband. Aan de andere kant hou ik er wel van ook om mensen te laten samenwerken. En dus verschillende muziekgenres die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben, juist naadloos in elkaar te laten overgaan. Wat wij is, denk ik, ongeveer het kleinste dorpje. En die zit midden in het gebied van de West-Friese omringdijk. En het is hier kermis. Zo waar, hier staat één schietkraam, één boksbal, of noemt zo'n ding, en één kleine draaimolen. En verder feest, feest, feest van vanavond tot en met dinsdag. Ik ben nieuwsgierig hoe dat de gemeenschap hier leeft. Wat tonen ze aan elkaar? Hoe komen ze naar buiten, naar elkaar toe? Hoe leeft die kermis hier? Hoe leven ze samen? En in hoeverre zijn ze eigenlijk verbonden met het leven hier en de streek hier? Of in hoeverre is het eigenlijk voor hen ook in te wisselen met een stad of een andere streek? Ik wil nu echt een voeling krijgen met mensen, om dan achteraf eventueel een theaterstuk daaruit te filteren.